We wensen allemaal een moment van pure ontspanning. Bij voorkeur doen we dit met een pakket vol zachte natuurlijke verzorgingsproducten die je huid doen stralen. Maar wanneer mag je cosmetica natuurlijk noemen? Vandaag bestaat er geen regelgeving in Europa om een product natuurlijk te kunnen noemen. Dus dat komt dan vaak neer dat merken natuurlijkheid claimen, maar het slechts neerkomt op enkele percentages. Bij Tinge gaan we daar een stapje verder. Namelijk, wij vermelden het gehalte of het percentage natuurlijkheid over de gehele lijn van het product. Wat betreft de keuze van de actieve bestanddelen gaan we vooral op zoek naar actieve bestanddelen, natuurlijke grondstoffen die innovatief zijn, die uniek zijn en vaak zijn dat ook gepatenteerde actieve stoffen die we dan ook heel genereus gaan formuleren in de producten. In plaats van de verplichte 1% zitten bij Tinge vaak 5% of meer aan actieve bestanddelen in de crème, wat maakt dat wij ook een heel hoge werkzaamheidsgraad gaan bereiken in ons uiteindelijke product. Dus elke crème bestaat uit een groot stuk uit water. Dus tussen de 40% en 90% toch wel water. Waarom kiezen wij voor aqua purificata of WFI-kwaliteit van water? Omdat de interactie met de ionen, die dan volledig dat water uit zijn, niet meer kunnen interageren met die actieven. Onze kwaliteit is bijna WFI-water, water voor injectie. Bij de apotheker is dat bekend voor aqua purificata kwaliteit. En wij gebruiken dat in heel het spectrum van al onze crèmes, ook bij de cellenbasis.